Goedenavond. Ja, ik wilde eerst getuigen van wat de Heer in mijn leven gedaan heeft. Dat is 3 jaar geleden begonnen. 2 jaar geleden ben ik tot bekering gekomen en heb ik nieuw leven ontvangen. En ik wil eerst iets uit het een en ander vertellen over de situatie, hoe die eerst was. En welke weg de Heer daarin gegaan is met mij. En dat de Heer daar een getuigenis voor gebruikt heeft. En ik wil ook oproepen tot getuigen. Ook naar aanleiding van de tournee van de afgelopen periode. En omdat ik me in het woord daar ook enigszins mee bezig gehouden heb de afgelopen tijd. Maar op 14-jarige leeftijd, misschien is het een beetje te vergelijken met de broeder die net getuigde. Toen ben ik ver verdwaald. En als ik er nu aan terugdenk, begrijp ik eigenlijk niet eens hoe en waarom. Want ik heb, zoals de meeste hier, een reformatorische opvoeding gehad. En binnen een paar jaar tijd ben ik echt zo ver verdwaald dat ik echt in de, hetzelfde als de broeder van net, dezelfde muziek luisterde en dezelfde rommel gebruikte ieder weekend. En toen heeft de Heer mijn leven stilgezet door een scooterongeluk. En toen ben ik in coma terechtgekomen. En ik weet nog goed dat er mensen uit de gemeente waar ik naartoe ging langskwamen, ouderlingen vandaar, die vroegen: zie je dit? Niet als iets van de Heer dat hij stopzet, maar ik zag het niet. En ik zag het op dat moment echt niet. En ik ben wel gestopt met het gebruiken van alle rommel. Maar daarna ben ik een leven gaan leven. Waarin ik zelf centraal stond. En waarin ik 5 dagen in de week in de sportschool zat. En waarin ik zelf God was. En toen, op die bewuste dag dat mijn broer trouwde, toen tijdens zijn receptie 's avonds nam mijn broer het woord en hij getuigde dat hij de Heer Jezus had leren kennen. En ik leefde thuis, ik woonde thuis met een hoop broers en zussen, maar dat hij zich daarmee bezig hield, heb ik nooit geweten. En het kan liggen aan hoe ik thuis leefde of dat hij er nooit over sprak. Maar op die avond, de Heer die raakte mijn hart door zijn getuigenis dat er geen leven is dan buiten het leven met de Heer Jezus. En dat heeft me zo geraakt dat ik vanaf dat moment ben gaan zoeken in het woord. En wie de Heer Jezus werkelijk was. Want wat was de situatie? Ik dacht echt, toen ik veel op sportschool zat en het leven daarvoor leefde met mijn vrienden, dat dat leven was. Dat wij zulke dikke vrienden waren. En dat wij echt de stoerste waren. En ik dacht ook echt, toen ik alleen maar naar de sportschool ging, dat ik heel leuk was en heel breed. En dat het leven was. Veel mensen lachen erom, maar kijk, ik dacht echt dat het zo was. Maar toen, op dat bewuste moment, toen mijn broer getuigde van de Heer Jezus, ik heb jarenlang in de kerk gezeten, in de gemeente, naar die kerk daar gegaan en ook in de Bijbel gelezen. Maar in die tijd dat ik afdwaalde, heb ik zo'n vervreemd godsbeeld gekregen. Ik had mijn vrienden, die waren ongelovigen, die gingen opgegroeid met God nog gebod, die vroegen wel eens: maar jij gelooft toch? En ik moest er niets van hebben. En ook die feesten waar die jongen het ook net over had, waar die muziek gedraaid wordt, zijn zoveel nummers die alle echt tegen Jezus zijn en tegen de gelovigen, waar het openlijk uitgesproken wordt. En ik kwam daar en ik zong mee. En ik dacht dat het leven was. Totdat mijn broer getuigde. En ik inzag van of ik zat er helemaal naast of hij zat er helemaal naast. En op dat moment ben ik gaan zoeken. Bijbel gaan lezen. Ben ik gemeentes gaan bezoeken. En kwam ik erachter dat het beeld wat ik had, dat het totaal niet klopte met wat de Bijbel zegt. In die zoektocht van in die periode van een jaar ben ik ooit een keer, ik ken Dale Hartkrein niet, toevallig op de website terechtgekomen, heb ik het geestelijke groeiwerkboek besteld. En dat heeft een aantal maanden thuis gelegen. En toen heb ik dat een keertje opengetrokken en toen bij hoofdstuk 2 gaat over zondebelijdenis. De meeste mensen kennen misschien hier het boek wel. En ook dat hoofdstuk. En
Daar staan alle zonden opgesomd. Niet alle zonden, maar heel veel zonden. En ja, wij alle kunnen ons zelf daarin vinden in de meeste zonden. We alle zijn er schuldig aan. En op dat moment heeft de Heer echt gebruikt om mij te laten zien dat ik, als ik op dat moment zou overlijden, zonder de Heer Jezus, dat ik verloren was. En dat heeft eraan bijgedragen dat ik al mijn zonden beleden heb en ermee gebroken heb, alles uit mijn leven gedaan. En in hoop en geloof dat er iets ging gebeuren. En dat duurde 2 weken, totdat mijn broer zei van, kom een keer bij ons naar de gemeente. En ik kwam daar binnen en er stond een grote avondmaalstafel, dat we nog weten. En ik dacht, wat doe ik hier? Ik mag er toch niet aan. En heeft hij me op een verkeerde dienst uitgenodigd. En waar de dominee over gepreekt heeft, weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij opstond en de eerste tafel gereed maakte. En dat hij zei, komt, want alle dingen zijn gereed. En op dat moment brak alles in mij. En werd de liefde van de Heer Jezus uitgestort door de Heilige Geest in mijn hart. En Johannes 5, vers 24 zegt, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden hebt, die gaat vanuit de dood over in het leven. En dat is niet een kleine verandering. Het is vanuit de dood over in het leven. En zo heb ik dat toen mogen ervaren. En ik ben de Heer daar dankbaar voor, want zoals ik net al zei, ik had nooit gedacht dat ik ooit gelovig zou worden. En het is echt genade als ik naar mijn eigen leven terugkijk dat ik gered ben. Als de Heer mij niet stilgezet had, dan had er niets gebeurd geweest. Dan had ik zo blind als een kip geweest. En wat is de les die ik daar achteraf van geleerd heb? En dat wil ik eigenlijk voor naar Efeze toe, naar Efeze 2. En dan wil ik de eerste paar versen voorlezen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Ik was dood, waarom? Omdat ik in de zonde leefde. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Ik leefde overeenkomstig de wereld, maar hier staat dat de wereld overeenkomstig de wil van de tegenstander is. Tegenstander heeft de macht in de wereld. En de zuster net sprak over de geestelijke strijd. En hier gingen mijn ogen toen voor open. Ik dacht dat ik de stoerste was. Ik dacht dat ik het echt goed voor elkaar had. Dat ik carrière zou maken na mijn studie en wat dan ook. Maar ik leefde overeenkomstig de wil van de tegenstander. Wat is het gevolg van deze les? De les die ik hieruit geleerd heb, is doordat ik de wil van het vlees en de gedachten deed, dat ik leefde overeenkomstig de tegenstander. Dat is wat hier zo vers 4 zegt, vers 3. Ik leefde in de begeerte van mijn vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Daar was ik dood, ik lag verloren. De Heer heeft een getuigenis gebruikt van een ander om mij tot leven te wekken. En daarom roep ik echt op om te getuigen. En ik merk in mijn leven als ik zelf de straat op ga of wil getuigen, dat er zijn zoveel redenen om het niet te doen. Maar er is één iemand bezig, 24 uur per dag, om ons van de waarheid af te houden. En dat is de tegenstander, zodat wij zullen getuigen. We zijn gered om anderen te redden. De afgelopen tijd heb ik me bezig gehouden met de Thessalonicenzenbrief. En daar werd het evangelie verkondigd. En zij bekeerden zich om de levende, waarachtige God te gaan dienen en hem te verwachten uit de hemel. En wat staat daar? Dat het woord bij hen vandaan luid geklonken heeft. In het hele land. Van Macedonië tot Achaia aan toe. Dat is van boven tot beneden. En Paulus zegt dan, dus is het niet nodig dat wij daar iets van zeggen. Nu zijn wij hier met z'n allen op deze conferentie. We komen niet allemaal uit Thessaloniki. Voor hun was het een hele moeite om het hele land te bereiken. Maar wij komen vanuit het hele land. En degene die alles overwonnen heeft, Jezus de Christus, woont in ons. Er is maar één naam die hoog verheven is boven alles wat leeft. Voor één naam zit het de tegenstander. En dat is de Heer Jezus Christus. Waarvan wij belijden dat hij in ons hart woont. Wij zijn geroepen om te getuigen.
Los van wat ons gevoel zegt, of wat wij ervaren. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Alleen Hij is waarheid. Alles wat ons ervan weerhoudt, om te gehoorzamen aan het woord en aan de stem van de Heilige Geest, dat is leugen. Echt. Dat is echt, dat is wat ik geleerd heb. Er is, wat ik in me ben gezien, dat is de les die ik echt geleerd heb, jongens. Er is maar één waarheid en dat is Jezus Christus. Gisteren sprak een broeder hier, Kees van Beek, hij getuigde dat er een lijn doorheen loopt en dat is gered en ongered. En net met de jeugd zongen we het lied, spoedig zal komen de Heere. Ja, en er is echt een nood om het evangelie te verkondigen. We weten niet hoe lang het nog duurt. Maar we weten dat wij geroepen zijn om te getuigen. En niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer Jezus. En dat is wat ik eigenlijk wilde delen.